En hier gaan we dan. Yay! Het is bijna 8 uur. Van harte welkom iedereen. Fijn dat jullie er ook wel zijn. We gaan iedereen rustig laten binnenkomen vanavond. En we gaan een uurtje poweren, zoals we dat gewoon zijn. Vanavond gaan we het hebben over een mega kanon dat vandaag de wereld regeert, kun je bijna zeggen. En dat is angst. Dus hartelijk welkom iedereen. Fijn dat jullie er zijn. Dank u. Fijn dat jullie er zijn. Fijn... Wow, en we waren er even uit. We zijn er terug. Hopelijk loopt technisch ook vanavond weer alles gesmeerd. Weet je, het is heel grappig, maar ik zeg altijd, als de techniek het doet, dan zijn we goed. De rest heb ik wel in mijn handen. De rest kan ik zelf wel beheren en beheersen. Ondertussen gaat het tellertje fijn omhoog. Hartelijk welkom iedereen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben over angst. 3 principes om voorgoed van je angst te verlossen. En voordat we eraan beginnen, heb ik alvast een vraag voor jou. En die vraag is, waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor? Waarvan zeg jij, oh, dat is zo een angstspookje voor mij. Dag Stefanie, welkom. Hey, fijn dat je er bent. Powerbomb, oké, helemaal prima. Martien, nog een gelukkige verjaardag. Ik zag op jouw Facebook dat je 60 kaarsjes hebt uitgeblazen. Dus van harte proficiat. Fijn, 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 fijn. Hey Brigitte uit Geldrop. Tof, tof. Ik hoop dat iedereen van het weer geniet. Ondanks hier en daar een plensbui. Dat is goed, dan moeten we ons bloemetjes geen water geven. We laten iedereen rustig. De teller gaat nog steeds omhoog. Dus ik wacht nog even voordat we er echt aan beginnen. Welkom Sophie, dag Nancy, dag Mia, dag Carla. Hey Carla, die binnengeraakt is, dat is dan toch gelukt met een techniek. Heel goed. Ja, technisch, als dat het doet, dan voor de rest is alles in orde. Ondertussen staat de teller op 114. Super, dag Sonja. Hey, fijn, uit Haagd bij Leuven. Fijn, fijn. Dag Christel. Dag Karin. Wauw, Christel, wat een prachtige krullen heb jij, zeg. Fantastisch. Ons Luna is binnengekomen, dus als jullie af en toe geblaf horen, zij wil er heel graag bij zijn. Dag Patricia. Hey, welkom iedereen. Ik denk dat we klaar zijn om erin te vliegen. En duimen dat technisch alles gesmeerd loopt. Jongens, we gaan het hebben over angst. Dat is een groot woord, alleen een klein woord, met een grote lading, met een grote betekenis voor heel veel mensen. Mijn eerste vraag is heel simpel. Denk eens aan iets waar jij bang voor bent. Kan van alles zijn, hè? Misschien ben je bang om beslissingen te nemen. Misschien ben je bang om een job te veranderen. Misschien ben je bang dat je succesvol gaat worden of dat je net niet succesvol gaat worden. Misschien ben je bang dat je geld gaat verliezen. Misschien ben je bang voor de rekeningen die verschijnen. Misschien ben je bang om je gezondheid te verliezen. Misschien ben je bang om oud te worden. Misschien ben je bang om lelijk te worden. Ik wil maar zeggen, er zijn miljarden redenen waarom dat mensen angst ervaren. En uiteraard, ik moet u niet zeggen, vandaag, ja, de wereld wordt geregeerd door angst. Sinds de uitbraak van COVID... Angst is de dominante factor. Eerst hebben we die wc-papiergekte gehad, weet je nog? Amai, dat is pas een mooi staaltje angstgedrag. En dan natuurlijk, ja, dan is iedereen bang dat ze in hun kot moeten blijven. En dan de keer, als dat voorbij is, dan is het, oei, gaan we wel terug naar normaal? En ik heb vorige week al gezegd, we gaan niet meer terug naar normaal. Weet je, niemand is normaal. ik zeker niet. Ik zal de eerste zijn om dat toe te geven. Maar ja, wat wordt er nu inderdaad? Wat komt er? Angst voor het springen in het onbekende, zegt Martin. Ja, en toch is dat de plaats waar je de toekomst echt bouwt. In het onbekende
Is dat de plaats waar je de toekomst bangt? Karen zegt, bang dat mijn grootste droom echt gaat uitkomen. Is dat niet ongelooflijk raar? Dit is trouwens iets wat Nelson Mandela in de tijd zei. Hij zei, wij zijn niet bang om te falen. Dat is het niet. We zijn vooral bang voor onze grootsheid. We zijn bang om succesvol te worden. We zijn bang om onze kleine comfortzone te verlaten. Ik ga u dat straks heel visueel laten zien. En bang om te groeien naar de plaats waar we echt zouden willen zijn. En moest dat niet zo zijn, dan had ik geen werk. Voilà. Bang om terug ziek te worden, Patrick. Ja, dat is ook inderdaad een reden. Ik snap dat. Als je ergens door bent gegaan, dan denk je van, oh no, alsjeblieft, never again. Laat mij dat niet meer meemaken. Martin zegt, angst voor directe communicatie. Heel veel mensen zijn bang om te communiceren, om te zeggen wat op hun hart ligt, om te zeggen wat ze echt voelen. Over gevoelens praten is voor heel veel mensen nog altijd iets akelig. Oké, bang voor de kritiek van andere mensen. Oh ja, Els, dat had ik ook, jong. En vooral, ik zou alles persoonlijk nemen, dus natuurlijk kreeg ik dan ook alle kritiek over mijn hoofd, nietwaar? Dus er zijn heel veel angst voor nieuwe uitdagingen, kansen, omgeving, angst voor nieuwe dingen, zegt Sophie. Ja, weer al dat onbekende. Oh, weet je, moest de wereld toch voorspelbaar kunnen zijn? Hoe zou het dan zijn? En ik ga je één ding zeggen, de wereld wordt voorspelbaar als je weet hoe dat je dat moet doen. En dat vind ik toch wel keigoed nieuws. Wel, ik wil beginnen met een kleine story over mezelf. Oh, een maand geleden was ik bang. Niet voor COVID. Ik ben er eigenlijk nooit niet bang voor geweest. Ik ben niet bang voor verandering op zich. In een business, dingen veranderen, nieuwe dingen toepassen. Let's go. Weet je, ik ben degene die surft op het woord vernieuwing en verandering. Tot een maand geleden. Ja, we hebben een beetje impulsief op een emotionele avond beslist om een kleine pup in huis te nemen. En een maand geleden was het zover. We zouden naar Nieuwerkerken bij Sint-Truiden rijden om zo'n klein, schattig, 8 weken oud flat-coated retrievertje te gaan afhalen. De avond ervoor zat de Dees met de poepers. Hè? Oh la la la, ik denk, die klein, die gaat helemaal mijn leven overhoop smijten en ik ga complete controle verliezen. Ik zie het nu al. En raad eens wat er is gebeurd. De eerste 2 weken, de babyterrorist regeerde in rook haar leven. Oh my god, opstaan, weet je, mijn wakker blaffen, plasjes, hoopjes, je weet wel, bruine smurrie in het midden van de living op de parkette vloer. Dat is dus geweldig, hè. En heel mijn gestructureerde, perfecte leventje viel als een kaartenhuisje in elkaar. En de Dees was bang om de controle te verliezen. En raad eens wat er gebeurde. Ik verloor de controle. Ik probeerde alles nog recht te houden. Zo. Elk blokje op zijn plaats te houden. Weet je, nog altijd mijn meditatie 's morgens wanneer ik wakker word. Kijk, ik weet niet of je het weet, maar de pup van 8 weken die laat u niet mediteren. Die knabbelt aan uw schoenen, die knabbelt aan uw mouwen, die knabbelt aan uw oren, die knabbelt aan uw haar. Die doet van alles. En ik, met 1 oog, maar proberen de controle te behouden. Nee, dus dat ging niet. 2 weken heb ik geprobeerd om al die taloren in de lucht te houden en proberen dus de volledige controle over mijn leven te houden. Tot de breakdown. Ja, op een schone zaterdagavond stonden wij aan een aperitief, zoals we dat gewoonlijk deden, om 5 uur 's avonds. En ineens, daar kwamen de tranen. Mijn man die verschiet zich een ongeluk, want hij had dat niet direct zien komen. Die zegt, wat doe jij nu? Ah, die rothond, die regeert heel mijn leven. En ik ben daar kotsbeu. En... Oké, nu, we hebben ook nog ons Luna. Loentje is 12 jaar en half. Ze ligt hier trouwens voor mijn voeten. En ja, die twee samen, dat was ook al een uitdaging. Geweldig, hè? Nu moet het dus een hond van 12 jaar en half te zien accorderen met zo'n klein zwart gewild van 8 weken. 9 weken, 10 weken, 11 weken. Ondertussen wordt ze 12 weken. Ja, dat ging ook al niet goed. Allee, long story short. Vandaag hebben wij 4 uur de meest fantastische hondentherapeut op bezoek gehad. En op een bepaald moment slaat die vrouw, maakt boek de nagel op de kop en die zegt... Inge, en waarom denk je dat Grace in uw leven is gekomen?
En dat was zo... De voorramer in het midden van mijn gezicht. Want ik ben dan zo, ik leg mijn hart op mijn tong en ik zeg... Ja, Monique, eerlijk gezegd, ik ben heel bang geweest voor de komst van die kleine hond. Want mijn perfecte leventje zou compleet veranderen. Ineens ben ik bang voor de verandering. Want nu gaat het over een klein mormeldier dat mijn leven regeert en dat ik niet kan sturen. Ik kan dat niet plannen. Ik kan dat niet... Ergens zitten en eraf blijven zo. Nee, zij beheerst mijn leven. En ik denk, ah ja, dat is een keigoeie vraag inderdaad. Waarom is die kleine hond in mijn leven gekomen? Natuurlijk om die controle leren los te laten. Om weer spontaan te kunnen zijn. Om weer te kunnen spelen. En ineens zag ik het en ik dacht, wauw, wat een geweldige illusie. En uiteraard voel ik mij nu geweldig. Trouwens, het gaat fantastisch, hè? Met ons Grace, die groeit als koolman. Dat is al 2 keer zo groot en 3 keer zo zwaar geworden. Maar het gaat fantastisch. Ik wil u dat maar vertellen om u te laten zien dat wij van alles bang kunnen zijn. En het zit heel vaak in een hoekje. En weet je wat de mooiste verkapte vorm is van angst? Weerstand. Inderdaad. Weerstand is een vorm van angst. Absoluut een vorm van angst. En we hebben weerstand voor van alles. Weerstand voor dit, nee, dat is niks voor mij, nee, ik heb daar geen tijd voor, nee, dat past niet. Natuurlijk paste die kleine hond niet in mijn leven. Wat hadden we nu gedacht? Weet je wel, bovendien, eerlijk gezegd, ik heb nooit een pup in huis gehad. Weet je, Ariel Luna heb ik mee geadopteerd toen wij een nieuw samengesteld gezin zijn geworden. Maar een pup in huis, my god, dat kende ik niet. En wel, ik moet zeggen, mijn kinderen zijn ondertussen bijna 23 en bijna 28 jaar. Maar ik kreeg een flashback van zoveel jaren terug. Ik zag mij ineens weer, weet je, de vuile pampers en 's nachts op. Het was precies of het was weer vandaag. Anyway, mensen, we hebben het allemaal. Het zal altijd een deel van uw leven blijven. Maar the name of the game is compleet altijd door de angst blijven stappen zetten. Dus laat me u vanavond 3 krachtprincipes geven, zodanig dat we daardoor kunnen gaan. Oké? Het eerste wat ik u wil zeggen, en ik weet niet of dat je de werkblaadjes, het werkboek hebt uitgeprint, maar angst is absoluut een illusie. Alles waar wij bang voor zijn, en jullie hebben heel mooie voorbeelden gegeven vanavond, hè? Alles waar wij bang voor zijn, is alleen iets wat tussen ons 2 oortjes afspeelt. Dat is zelfs niet echt. En u gaat dan zeggen, oh, wacht eens in je. Nee, dat is niet waar. Hè. Ik heb genoeg bewijzen hoor, om te laten zien dat dat wel echt is. Weet je, de dingen waar ik bang voor ben, die bestaan in mijn leven. Uiteraard, beste vrienden. Want, wat ik u moet vertellen... Voor alles is angst is gelijk aan een vibratie. Ik ga mij uitleggen hoor. Een vibratie. Geen vibrator, hè? Dat is iets anders. Een vibratie. Ja, een vibratie is, een ander woordje, is een trilling. Oké? En als we naar het universum gaan kijken, beste vrienden, en we begrijpen hoe de universele wetten in elkaar zitten, dan weten we dat alles, tastbaar of niet tastbaar, fysiek of niet fysiek, zintuigelijk of niet zintuigelijk, alles in deze wereld trilt. Alles heeft een bepaalde trilling en een bepaalde plaats in het universum. Alles heeft een plaats en alles heeft een bepaalde trilling. Het is belangrijk om dat te begrijpen. Want angst is natuurlijk, hoe noemen we dat zo'n beestje? Heel simpel, een emotie. En ik schrijf het met opzet op die manier. Een e-koppelteken motie. Jullie kunnen meeschrijven in jullie werkboekjes, ja? Is een emotie. En emotie betekent energy in motion. Energie in beweging. En angst is dus een energie en die is in beweging.
Maar weet je wat het toppunt is? In de kwantumfysica heeft men dat heel mooi kunnen aanduiden. En jullie hebben hier al van gehoord. Wat trilt tussen uw twee oren in uw gevoel, is wat jij creëert. Dus als uw meest dominante trilling of uw meest dominante emotie angst is, is datgene wat je creëert. Dus beste vrienden, kijk eens naar wat je daar straks hebt geschreven. Waar ben jij bang voor? Ha, zoals ik, bang om de controle te verliezen, dat die kleine rotpup me... I love her, ja. Maar op dat moment voelde het wel zo. Ja, dat klein mormel van 6 kilo, dat regeert mijn leven. Daar was ik bang voor. Aha, wonder boven wonder is datgene wat ik creëer in mijn leven. Tot de meltdown, die schone zaterdagavond, 2 weken geleden. En ik dacht, oh Rokske, dit heb je zo mooi gecreëerd. Wij moeten begrijpen dat angst een illusie is en dat we die kunnen veranderen. Wij kunnen alles veranderen waar we bang voor zijn. Mensen overwinnen alle soorten angsten. Vliegangst bijvoorbeeld. Kijk, je komt niet zomaar van je vliegangst af. Natuurlijk kun je laten hypnotiseren. Ja? En je kunt inderdaad mediteren en dan wordt dat inderdaad beter. Maar we moeten heel goed begrijpen dat als wij niks doen met die angst, dat we steeds opnieuw diezelfde angst creëren in fysieke vorm. Dat is een kwantumwet, dat is een fysieke wet, dat is een universele wet. Dat is niet iets wat Rokske heeft uitgevonden. Hè? Dat is effectief zo. Dus we moeten begrijpen dat we dit moeten veranderen. Ik denk een van de mooiste dingen die we kunnen doen om vooruit te gaan, beste vrienden, in ons leven, is de angst recht in de ogen kijken. Er niet meer van weglopen en snappen dat het maar een illusie is die wij ons inbeelden. We hebben een beeld. Kijk maar naar alles wat jullie geschreven hebben. We hebben een beeld en bij dat beeld hebben we een gevoel. Maar dat gevoel kunnen wij veranderen. Wij hebben die kracht, wij hebben die mogelijkheid. Dat is toch fantastisch. Dus het is inderdaad een illusie van de mind. Natuurlijk is er ook een systeem in ons brein dat ons waarschuwt voor gevaar. Ja, dat zit in de reptielhersenen. Dat is het oudste stuk van onze hersenen, net boven de hersenstam. En dat stukje hersenen zal ons altijd waarschuwen voor gevaar. Chance dat dat er is. Maar de angstmonstertjes waar jij en ik bang voor zijn, dagelijks, zoals we dat daar juist zo allemaal hebben opgelijst, dat kunnen wij allemaal veranderen. Dus er is een groot verschil tussen de oerangst, die ons alert houdt en scherp houdt en waarschuwt en die ons doet reageren bij gevaar, en de angst die werd ingeprent tussen onze twee oren in onze opvoeding. Waarom is de ene persoon bang voor onweer en de andere persoon helemaal niet? Ik hou van onweer. Weet je waarom? Toen ik klein was, zou mijn mama, als het onweerde, mij mee naar buiten nemen tot in de pletsende regen en zeggen, kijk eens, schat, hoe prachtig. Hoor eens die donder, hoe intens dat is. Kijk eens naar het lichtspel van de bliksem. Ik ben nooit bang geweest voor een onweer. De meeste mensen zijn doodsbenauwd voor onweer. Een prachtig voorbeeld om u te laten zien dat angst maar een illusie is van de mind. All right? We gaan verder. Oké, nummer 2. Angst die je voelt is niet van jou. Ik heb het daar juist eigenlijk al een beetje verteld. Hè? De angst die we voelen... Ja? Dit? Oh yes. Waar is die nu? Hier is hem. Yay. En nu moet die terug weg. Oh, ik begin het te kennen, hè, mannen. Is dat niet geweldig? Hoe kan ik dat nu? Yes. Nu kan ik dat ook nog groter trekken. En dank u, Leentje. Oh, chance dat jij hier bent. En dat vergroten. Jullie hebben hetzelfde beeld. Wat moet ik doen? Klikken. Oh, super. Goed. Dit is mijn stickman. En de meesten onder jullie kennen deze stickman al.
We hebben ons bewustzijn, bewuste gedachten, we hebben het onderbewustzijn. Ik heb daar nu een hele oude bandrecorder voor geplakt, zie je dat? Er staan nog een aantal pijltjes bij, daar hoef je op dit moment niet te veel rekening mee te houden. Ik wil u gewoon laten zien hoe wij geprogrammeerd zijn. Oké? Dus wij zijn geprogrammeerd door onze omgeving. Vanuit het verleden kwam hier informatie binnen. En die informatie werd opgeslagen regelrecht in het onderbewustzijn. En vermits wij kleine kinderen waren en niet konden nadenken over wat is goed voor mij, wat is slecht voor mij, wat hou ik van, wat is correct, wat is niet correct, wat is ethisch verantwoord, we hebben daar geen enkel referentiekader voor als kleine uk. Laten we zeggen, tussen het moment dat we geboren zijn, eigenlijk de laatste maand van de zwangerschap, en 7-8 jaar is het moment waarop mensen geprogrammeerd worden om te worden wie ze zijn. Dus als jij vandaag bepaalde angsten met je meedraagt, dan is de kans heel groot dat die daar vandaan komen, of dat je die op latere leeftijd bewust hebt meegemaakt. Hè, bijvoorbeeld, ik las mensen die bang zijn om weer ziek te worden. Dat is iets wat je heel bewust meegemaakt hebt, waar je heel veel pijn en zorgen rond gehad hebt, verdriet hebt voor gehad, angst voor hebt gehad. Die ervaring zit in jouw onderbewustzijn, omdat je dat ooit hebt meegemaakt. Uw onderbewustzijn heeft dus gewerkt zoals een bandrecorder. En elke ervaring in het leven met een grote lading emoties, met een grote lading emoties, ik zal dat nog eens zeggen, of elke ervaring in het leven die er onbewust is ingeslopen voor het 8e levensjaar, woont vandaag in jouw onderbewustzijn, tenzij je het er zelf hebt uitgehaald. Via meditatie, via affirmatie, via hypnose, via heel bewust nadenken. Weet je, via zelfcoaching noemen wij dit. Dit is trouwens, dit diagrammetje zonder de bandrecorder is de basis van ons zelfcoachingmodel. Wij leren mensen om hun gedachten, hun gevoelens, je ziet dat hier, hè? Gedachten en ideeën, emoties, gevoelens, drama, ego, overtuiging, principes, patronen, gewoonten, beslissingen en acties, resultaten en ervaringen. Te veel informatie om er nu zo heel snel over te vliegen. Maar in onze trainingen leren wij mensen om alles wat hen bezighoudt, qua gedachten, qua gevoel, qua gedrag, qua resultaat en qua ervaringen, te projecteren in dit zelfcoachingmodel. En ik geloof dat dat de kracht is van onze Academy. Ik geloof dat dat de absolute kracht is van onze opleidingen. Oké? Dus die bandrecorder, wat is er specifiek aan een bandrecorder? Het enige wat die doet, dat is play en terug afspelen wat er ooit is opgekomen. Play en terug afspelen wat er ooit is opgekomen. Play en terug op... Het is een afgezaagd liedje, beste vrienden. Denk eens na aan de dingen die wij opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw creëren. Dat zijn nu net die onderbewuste sporen op de bandrecorder van ons onderbewustzijn, die ons altijd weer dezelfde acties laten doen. Dus deze emoties zetten... Deze emoties, een ander kleurtje, zetten ons lichaam in beweging. Denk maar na. Wat doet je als je angst hebt? Wel, ofwel loopt je heel hard weg. Ofwel begint je keihard te vechten. Ofwel stopt je weg. Maar je doet iets. Je doet iets met dat gevoel. Met die vibratie. En dan krijgen wij resultaat. En dan staan we stom dat weer eens datzelfde resultaat er staat. Zo zitten wij in elkaar. Op dat moment dat wij geprogrammeerd worden, zijn het... Wat heb ik gedaan? Zijn het eigenlijk onze emoties... Oh, Leentje, ga me moeten helpen. Ah, het is oké. Okay. Ja. Zijn het onze emoties die onze gedachten sturen? En de meeste mensen geloven ook dat emoties voor gedachten komen. Nee. Er is ooit een gedachte geweest
die emotie heeft geparkeerd in je onderbewustzijn. En dat gebeurt bewust of onderbewust. En nu stuurt dit je lichaam en krijgen we steeds hetzelfde resultaat. Dat is toch wel frappant, toch? Dus we moeten beseffen dat datgene waar we voor bang zijn, niet van ons is. Wij hebben dat gekregen in het verleden door onze omgeving. Net zoals mijn voorbeeld van het onweer. Als uw moeder onder de dekens kroop omdat ze bang was voor het onweer, dan doet jij hetzelfde. Monkey see, monkey do. En als kleine kinderen hebben we dat allemaal overgenomen. Bovendien, beste vrienden, zijn er ook gigantische sociale angsten. Angsten die leven in onze maatschappij. Kijk naar de hele COVID-gekte in de wereld. En ik wil dat niet banaliseren. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik weet dat dit probleem extreem reëel is. Maar hoe de mens ermee omgaat, is angst, 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 angst. En wat creëren wij? Meer redenen om bang voor te zijn. Oké? We gaan verder naar de volgende pagina. Goed. Nummer 3. Je grootste kwaliteiten liggen aan de andere kant van angst. En daar gaan we eens naar kijken. Hoppa. Yes. Hé, hey, ik leer het, hè. Groter, zegt Leen. Groter, dat iedereen het goed kan zien. Oké, baby, you got it. Zie een keer van een stikman. Oh. Oké. Luna begint rond te trippelen. Grootste kwaliteiten liggen aan de andere kant van de angst. Staat op dit documentje. Ja, jullie kunnen mooi meevolgen, hè. Ook, en misschien gaat u dat vanavond een heel warm gevoel geven, uw grootste talenten liggen aan de andere kant van uw pijn. Mag ik dat nog eens zeggen? Uw grootste talent ligt aan de andere kant van de pijn. Er is een wet van polariteit die vertelt dat alles wat wij meemaken een uitnodiging is om daar iets mee te doen. De meeste mensen doen daar niets mee. Ze leven hun leven in die angst. En zoals ik daar straks heb verteld, op de eerste pagina, angst is een trilling. Een trilling die extreem creatief is. En die alles naar u toe trekt, die equivalent is, die dezelfde vibratie heeft als die angst. Dus mensen die blijven zitten in de angst, in de slachtofferrol, in de pijn, in de onmacht, ja, die komen daar niet om voorbij en die gaan hun talenten niet ontdekken. Die gaan niet kunnen zien, en daar is bewustzijn voor nodig, die gaan niet kunnen zien dat hun grootste deugd en hun grootste talent net aan de andere kant ligt van die angst, van die pijn, van die kwetsuren, van hetgeen ze meegemaakt hebben dat hun heel verdrietig heeft gemaakt en moedeloos heeft gemaakt. Maar het zijn die mensen die kunnen zien om te zeggen, net zoals daar straks, die lieve dame zei tegen mij, en Inge, waarom denk je dat Grace in jouw leven is gekomen? En ik denk, shit, ze heeft gelijk. Ze is in mijn leven gekomen, niet opdat ik mijn controle zou kunnen behouden. Net het omgekeerde. De uitnodiging is, Inge, speel. Laat los, geniet, go with the flow. Laat die planning en to-do-lijstjes nu eens los. En dat heb ik ook moeten doen, want ik werd gek van mezelf. Weet je, de nieuwe wereld waarin ik terecht kwam, en je kunt dat in de grote kosmos uittrekken, de nieuwe wereld waar wij nu allen in terechtkomen, na COVID-19, daar zijn we bang voor, want we zijn bang om ons vertrouwde leventje te verliezen. We zijn bang om onze job te verliezen. We zijn bang dat onze relatie het niet gaat redden. We zijn bang om de controle te verliezen. En ik zeg u, dat is nu net waarom het komt. Weet je? Dus uw grootste kwaliteiten liggen aan de andere kant van die angst. Mijn grootste kwaliteit, blijkbaar, ik ben het nog aan het ontdekken, is
Creëren in flow. Go with the flow. Het leven presenteert u iets. Kom aan, Inge, doe er wat mee. In plaats van alles op voorhand uit te stippelen. En misschien zijn er mensen die dat herkennen. Goed. Mijn comfortzone moest ik leren verlaten. Wij zijn zo goed in het beschermen van de comfortzone. Deze stickman laat ons zien wat comfortzone is. De X in het onderbewustzijn is het programma. Het programma, de bandrecorder. Vol overtuigingen, vol gewoontes, vol principes, vol emoties. En wij zijn meesters, waarom denk je dat daar een hartje rond staat? Wij zijn meesters om dat te beschermen. Want dat is vertrouwd. Mijn leventje was toch zo vertrouwd? Ik ben op iets gaan staan, geen probleem. Het is maar een blokje. Mijn leventje was zo vertrouwd. Mijn leventje was zo perfect. Kom aan, alles was voorspelbaar. Uitgestippeld tot in de details. My god, geweldig. Twee vingers in de neus. Maar blijkbaar was het tijd dat ik mijn comfortzone zou verlaten, want het werd ook saai. Als het voorspelbaar wordt, dan wordt het saai. Dus hoe zag mijn leven eruit? Altijd dezelfde resultaten. En wat liet ik toe? Altijd dezelfde ideeën. En toen mijn man boven kwam en zegt, schatke, er is nog één pupje. Eén pup. Eén klein pupieman. Ik vind dat dat iets voor ons is. Onze nari is er niet meer en ons loontje is alleen. En ik spartelen, gelijk als een duivel in een wijwatervaatje. Nee, ik dacht, oh, mijn hart zei, ja, tof, echt wel tof. Mijn emoties zeiden, ik weet het nog zo niet. Kunnen we daar nog een nachtje over slapen? Misschien een weekje? Misschien 3 weken? Hij zegt, nee, we moeten dat beslissen. Hè? Ik bedoel, het is de allerlaatste pup, Inge, kom aan, doe iets. Ja, ik zal dat morgen beslissen. Dus die comfortzone die werd heel mooi in stand gehouden, beste vrienden. Prachtig, geweldig. En op een dag, na een call met mijn team, kwam ik beneden en hij zegt, ik heb €200 voorschot gegeven. Ik zeg, voor wat? Voor de pup. Ik zeg, je hebt €200 voorschot gegeven voor de pup? En toen werd ik kwaad. Nee, dat wil ik niet. Ik wil dat niet. Ik vind dat we dat eerst moeten overleggen. Hij zegt, er is geen tijd om te overleggen. Schat, ik bedoel, het is het laatste hondje. Al de rest is al weg. Je kunt niet wachten totdat die moederhond weer eens zwanger wordt. Wat, volgend jaar of wat? Oké, het was beslist. Dus dat maalde zo in mijn maag en dat draaide. En ik dacht, ja, is het dat wel? En ik ga je een volgend plaatje laten zien, beste vrienden. Ik ga je een volgend plaatje laten zien. Want dan gaat je mij begrijpen. Hopla. Ah ja, super. Hoppa. Ik begin dat stilletjes aan toch een beetje te kennen, hè, dat spel. Kijk, hier is een nieuw idee. Namelijk... Schatke, ik vind dat we een klein pupje moeten aannemen. Zo, hè? Een klein vriendinnetje voor ons, Luna. Ja, dat idee, dat is een heel tof idee. Weet je, dat is eigenlijk een geweldig schattig idee. En ik zag het al, hè? Zo'n klein, lief, zwart ding. Oh ja, tof. Maar dit in mijn onderbewustzijn zijn. Nee. Oh, piskak stond. Nee, ik wil dat niet. Ah, dat gaat heel mijn leven over Europa. Ik wil dat niet. Super niet. Dus ik lever een geweldig gevecht. Ja? Een nieuwe idee komt binnen. Oh ja, geweldig. En de 2 seconden erachter zeg ik, nee, toch niet. Ik wil het eigenlijk toch niet. En dan beginnen dat te vertellen rondom u. En de ene zegt, oh geweldig. En de andere zegt, is dat niet te rap? Allee zeg,
Goh, 3 weken nadat Arie is gestorven, is dat niet te rap? En nog iemand anders zegt, amaisi, ik vind toch dat ze uw mening een beetje meer hadden kunnen respecteren. Nu, de wereld rondom mij bevestigt natuurlijk mijn gevecht. En dat gevecht, beste vrienden, dat wordt alleen maar groter. Ik ga het u laten zien. Dat gevecht, dat wordt alleen maar groter. Oeps, waar is hem? Hier. Hopla. Want nu hebben we een gevecht tussen een nieuw idee en pas op, straks, beste vrienden, is dat het gevecht tegen de nieuwe wereld, hè? Ja, want je ziet het al komen, de hele wereld gaat veranderen. Het kan zijn, gelijk een van mijn nichtjes heeft vorige week haar ontslag gehad, ten gevolge van COVID. Ja, dat is balen natuurlijk, hè? Dat is echt balen, want zij dacht, de keer als die crisis hier gedaan is, stak ik straks terug op Zaventem, alles in orde, 2 vingers in neus, en we gaan terug naar normaal. We gaan niet terug naar normaal. We gaan niet terug naar normaal. En ook niet als je een business hebt. We gaan niet meer terug naar normaal. Echt niet. Dank je wel, Hilde, voor deze testimonial. Kom bekend voor. Twijfel ook altijd zo voor ik beslis. En dat is logisch. Je moet begrijpen dat dat normaal is. Weet je, uw onderbewustzijn heeft 1 missie. Alles houden zoals het is. Kom aan. Die bandrecorder die wil hetzelfde liedje afspelen. Elke dag opnieuw. Kunnen we niet alles houden zoals het is? Ja, maar het was nu eenmaal zo goed. Ja, maar mijn leventje was toch perfect. Waarom moet daar nu ineens een klein zwart mormel bij? Dat deel mijn wereld overhoop zet. Zie je het plaatje? Dus ik begin me zorgen te maken. Ik voel nu de angst, inderdaad. Die angst die vertaalt zich in bevriezen in mijn lichaam of paniek. Nee, wat doe ik? Al die weken stilletjes zwijgen. Want ik weet nu wat er in mij omgaat. Ik sta met mijn neus voor de muur van angst. En ik weet, die 23e mei, s'avonds, zat ik met mijn neus voor de muur van angst. En ik dacht, oh nee, morgen is die kleine er. En dan begint de zever en ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik weet niet wat mij te wachten staat. Maar dat is altijd zo, als we aan iets nieuws beginnen. Uw onderbewustzijn heeft geen enkele cel van herkenning. Ik heb nooit een pup in huis gehad. Ik heb Arie en Luna mee geadopteerd, samen met 2 kinderen. Die heb ik niet geadopteerd. Die heb ik zo cadeau gekregen, met boekentassen en schoenen en alles erbij. Ineens waren we samengesteld gezin, met 4 kinderen en 2 honden. Fantastisch. Nooit een probleem mee gehad. Maar dat klein nieuw ding, oh my god. Weet je, dat bijt dan alles, dat springt op alles, dat kraapt overal in, dat kraapt overal onder. En natuurlijk, die rampscenario's die ik hier zo mooi in mijn eigen geest aan het projecteren was, voelde ik. Ik voelde de angst in mijn lichaam en ik stond met mijn neus tegen de terrorbarrière. Ik heb zelfs op sommige momenten gedacht, we gaan dat afzeggen. Dat gaat geen goed idee zijn. Die kleine die gaat nooit accorderen met ons Luna's. Hè? Nee, dat is geen goed idee. Nee, we gaan dat niet doen. Nee, we gaan dat in mijn hoofd. Gelukkig heb ik het bewustzijn gehad, beste vrienden, om dit nooit uit te spreken. Want ik wist dat mijn hart, namelijk... Het ei-type idee is een nieuw idee, namelijk laat onze kleine pup in huis nemen, dat je kei tof zijn, nieuw leven, joepie, kei lief, kei schattig, kei cutie, cutie, cutie. Dat is een nieuw idee. En dat nieuw idee wilde een plaats in mijn onderbewustzijn, maar dat oud idee is daar ook nog. En dat oud idee zegt, nee, niet doen, uw leven overhoop, nee, controle houden, niet doen. Dus ik zit nu in dit gevecht en ik heb daar toch even in gezeten, een paar weken. Gelukkig heb ik daar niets mee gedaan. Gelukkig heb ik het bewustzijn gehouden om mijn hart te volgen en te zeggen, Rokske, het is tijd. Het is tijd voor een nieuwe elan. Weet je wel, voor nieuw, jong, gewild in uw leven. En ik heb zelfs gedacht, potverdorie, ons 4 kinderen zijn het huis uit. Eindelijk rust. Ik heb nooit geen last gehad van empty nesting. Ik dacht, ja, gaan waar ik wil. Gaan eten wanneer ik wil. Op reis wanneer ik wil. Allemaal gedaan. Iedereen is al terug eens op restaurant gegaan. Wij niet. We hebben een pup in huis. You know.
Dus ik had heel gemakkelijk terug kunnen lopen naar mijn comfortzone. Weet je nog? Die eerste diagram was comfortzone. En comfortzone zegt, oh, alles houden zoals het was. Al uw ideeën opblazen. Ja? En we doen dat, hè. Ons verlangen zegt, oh, ik wil dit zo graag. Ons hart zegt, ja, een nieuw job. Ja, een eigen business starten. Ja, iets nieuw gaan doen. Ja, uw pup was mijn trouwdag. Schitterend. Ik wil het wel, ik wil het niet. Oh, echt? Trillen, beven, zweten. En ben door de terrenbergen gegaan. En ja, gezegd, prachtig voorbeeld, Christel. Inderdaad, prachtig voorbeeld. Weet je, moesten wij niet stront verliefd worden in het leven, mensen. En op dat hartsgevoel ja zeggen, dan bleef toch iedereen single. Kom aan, je hebt toch genoeg redenen in je onderbewustzijn om je uit elke relatie te lullen, of niet soms? Of om je vooral in de job te houden die je niet graag doet. Er zijn miljarden voorbeelden. Miljarden voorbeelden. Zo zijn er ook heel veel mensen die in een relatie blijven uit angst, wat als ik eruit stap? Dat is even goed zo. En in elk van ons leven is dat een uniek en een persoonlijk plaatje. En niemand kan voor u zeggen wat jij moet doen. Je moet je hart volgen. Dat is wat die diagram zegt. Dat is wat het leven zegt. Weet je, angst, vertrouwen zijn tegenpolen. Angst en vertrouwen zijn tegenpolen. Dus je gaat de stem van je hart moeten leren vertrouwen. Wilt je door deze muur van angst kunnen? En dat gaan we nu bekijken. Alright? Ik heb er nog eentje en dan zijn we erdoor. Door deze diagrammetjes. Oh, dat was net iets te groot, denk ik. Zo. Wat als we nu eens ja zeggen tegen de stem van ons hart? Wat als we nu zeggen, weet je wat onderbewustzijn van mij? Toontje lager. Bandrecorderje van mij? Houd je snavel maar dicht. Wat als we de stem van ons hart gaan volgen? Ondanks of dankzij het feit dat we ons bang voelen. Dat is de weg vooruit, beste vrienden. Angst is een illusie. 1. Ten tweede, angst is niet eens van u. Dat is een geprogrammeerd iets. Een programmeerd principe, een programmeerd concept dat in de diepe krochten, holen, spleten en lades van uw onderbewustzijn leeft, woont. Dat boven komt telkens als jij iets nieuws wil doen. Dat is wat angst doet. Angst is weerstand. Angst zegt, please, kunnen we alles hetzelfde houden? Waarom moet dat altijd veranderen? Wel, nu zal de mensheid moeten leren surfen op de vibraties van verandering. Jij en ik. We gaan moeten leren surfen in plaats van aan de kant te blijven staan en ernaar te kijken. We zitten er allemaal in, jongens. We zitten er allemaal in. En weet je, ik vind dat eigenlijk maar heel goed. Want nu zijn we eindelijk een keer gelijk voor de wet. Iedereen zal moeten leren surfen op die vibe van angst. Maar je kunt niet zeggen, ik wil niet zwemmen, ik wil niet zwemmen, ik wil niet zwemmen. Nee, je moet leren surfen. Surfen op de vibratie van verandering. Dat is wat wij nodig hebben in het leven. Oké? Okay? Dus ja zeggen tegen je hart. Ja zeggen, beslissingen nemen en zeggen... Nee, de Nelle zegt, de bom had gelijk, angst is een slechte raadgever. Absoluut, Nelle. Dit is de slechtste raadgever. Tenzij je naar het omgekeerde gaat kijken. Naar het omgekeerde gaat kijken van de angst en zegt, oké, ik ben bang. Wat wil die angst mij vertellen? Waar houdt de angst mij tegen? We weten, principe nummer 3, dat uw grootste kwaliteiten, uw grootste troeven, uw grootste geluk, uw grootste liefde, uw grootste potentieel ligt achter de muur van angst. Ligt achter de muur van angst. Dus alle mensen die aan deze kant blijven leven, die missen keiveel in het leven. Die missen zo ontzettend veel. Want die leven hun leven in de comfortzone. En weet je, ik ga je nog iets zeggen, beste vrienden. Dat is zo onlogisch.
En zo onnatuurlijk om in de comfortzone te blijven leven. En weet je, het is zelfs zo onnatuurlijk dat het universum je boek eruit shot. Als jij zelf geen beslissingen neemt, dan trek je, omdat je in angst leeft, redenen aan om te veranderen. Ah ja, natuurlijk. Want angst zegt, ik trek aan wat ik voel. Dus datgene waar je het meeste bang voor bent, dat trek je gewoon aan. En dan zeg je, potverdorie, zie je dat? Ik wist het. Natuurlijk wist het. Je zit helemaal geprogrammeerd op die manier. Mijn vak is mensen deprogrammeren. Echt waar. Mijn vak is mensen hier leren inzien dat ze niet moeten akkoord gaan met de stem van gevecht en weerstand en wrok en haat en pijn en verdriet en angst. Maar dat ze akkoord moeten gaan met de stem van hun hart. Ook al voelt je die angst. Weet je, angst is een illusie, maar ik kan niet voorkomen dat je ze niet voelt. Kijk, sinds mensenheugnis zijn mensen op zoek naar manieren om die angst te verdoven. Om pijn te verdoven, om verdriet te verdoven. Drank, drugs, seks, rock'n'roll, noem het. Weet je, er zijn manieren genoeg om je angst te verdoven. Eten, drinken, shoppen, gamen, noem maar op. Allemaal manieren om je emoties te verdoven. Want dan heb je iets anders om mee bezig te zijn, om je even goed te voelen. En nadien komt de kater, want er is niks in jezelf die veranderd is. Dus de kracht zit, hey, ik ga in mezelf leren veranderen. Hoe doe ik dat? Heel simpel. Ik ga mezelf leren coachen. Ik ga dit model leren implementeren, toepassen op mezelf. En weet je, Karin, ik weet dat ze, ik zie haar, alles wat u aandacht geeft, wordt alleen maar groter. Ja, Karin heeft mij een prachtige testimonial geschreven deze week, hoe dat de club haar leven heeft veranderd. En ik heb daar niet naar gevraagd. En ik vind dat prachtig als ik mensen zie veranderen, zelfzekerder worden. Weet je, volg hun hart leren volgen. Angst voelen, maar er ook doorgaan zodanig dat hun leven verandert. Dat is zo schoon. Anne, hoe meer ik dit hoor en lees, hoe meer ik mijn prof sociologie begrijp toen ze zei we moeten leren leven met onzekerheid, leek me altijd iets negatiefs, maar het is ook veranderen en durven in dat onbekende te stappen omdat het positief is. Dank je wel voor deze toelichting. Absoluut, Anne heeft 3000% gelijk. Weet je, angst is er niet om ons tegen te houden. Angst is er niet... Schrijf dat op, hè. Angst is niet om ons tegen te houden. Angst vertelt ons dat we op de rand van de comfortzone zijn gekomen en dat de wereld begint aan de andere kant van die comfortzone. Ons toekomst, beste vrienden, we zitten nu in een valse comfortzone. De hele wereld shakt gewoon op zijn grondvesten. En alles gaat afkruimelen. En het zijn alleen die mensen die een visie hebben voor de toekomst en die met die angst leren omgaan, die het maken. Die hun hart volgen, hun beeld in de wereld zetten, hun visie omzetten tot realiteit. Dat zijn bewuste mensen. En natuurlijk zijn dat ook de leiders van morgen. Want in hun inspiratie, in hun groei, in hun evolutie, nemen ze andere mensen mee op die positieve elan. En dat is prachtig. Dat is het schoonste wat er is. Dat is positief leiderschap. Oké? Dus als we dat dan doen, en we stappen recht door de muur van angst, en 24 mei was het dan zover, naar Nieuwerkerken, bij Sint-Truiden, om die kleine pup op te halen. Een keer als dat klein babytje in mijn armen lag, was ik natuurlijk al verkocht. Dat ruikt als puppy, dat doet... Ah, dan eet hij dat op. Weet je? En dan komt hij thuis en dan denk je, ja, dit gaat heftig zijn de eerste 2-3 weken. En iedereen zei, de eerste twee weken. En wat verwachtte ik? De eerste twee weken. En na die 2 weken de meltdown, toen wist ik, oké, nu is het tijd dat ik verander.
Ik heb de beslissing genomen dwars door de muur van angst. Maar ik had nog geen vrijheid, hoor. Dit duurt even. Opnieuw en opnieuw en opnieuw ga jij jezelf moeten overtuigen dat die keuze juist was. Want je hebt die genomen met je hart. In plaats van keuzes te maken uit veiligheid, uit weerstand, uit vertrouwdheid. En dat is waar het echt om draait. Gewoon, weet je, mijn beste vriend Paul heeft zo'n paar favoriete quotes. En een van die favoriete quotes is, just do it afraid. Just do it afraid. Zo, weet je wel, zoals in een diep zwembad springen. Dat is waar de terrorbarrier om gaat. Laat u niet tegenhouden door de angst. Wij kunnen u daarin helpen. Alles wat je vanavond hebt gedacht qua angst. Mij maakt het niet uit wat uw angst is. Echt niet, al is het angst voor tarantulas. Mij maakt niet uit wat uw angst is. Leg het maar in mijn schoot. Ik weet dat ik u kan helpen. Als je angst voelt voor bepaalde dingen, wilt het ook zeggen dat je een verlangen hebt. Een diep, geworteld, misschien ingekapseld hard verlangen om iets anders te zijn, doen en hebben. Liefst in die volgorde. Jij wil iemand anders zijn. Niet iemand anders, geen Beyoncé, geen Brad Pitt, hè? Dat bedoel ik niet. Hè? Iemand anders dan de angstige persoon die je bent vandaag. Ja? Iemand anders dan de stressvolle persoon vandaag. Want stress is maar een verkapste vorm van angst. Elke stress is angst. Stress, oh, niet genoeg tijd, oh, niet genoeg geld, oh, niet genoeg dit, oh, niet genoeg dat. Het is allemaal angst. Dus wij leven allemaal met een vorm van angst. Eens als we de angst leren omarmen, begrijpen, zoals een klein huilend kind en zeggen, ik zie u, ik begrijp u, maar niet met mij. Jij gaat mijn leven niet regeren. Eén keer als we dat kunnen zien, kunnen we de stem van ons hart volgen. En ja, ik was bang voor Gracie. En ja, ik was bang voor mijn leven dat helemaal op zijn kop zou staan. Maar mijn hart was sterker. En als je ze nu ziet, je zou ze toch opeten, zeker. Zo'n fantastisch, klein, fantastisch, zwart mormeldier is dat. En elke dag gaat het beter tussen Luna en Grace. En dat is fantastisch om te zien. En we genieten ervan. We lachen ons kapot, man. Echt waar, met de fratsen dat dat ding uithaalt. Het is fantastisch. Maar vandaag zeg ik ook heel vaak, stel u voor dat ik nee had gezegd. Dan had ik dit moeten missen. Weet je, dan had ik dit moeten missen. En dat is zo fantastisch. Beste vrienden, als jullie nog vragen hebben, wij hebben nog 8 minuten, zie ik, tot de top van het uur. Dus als jullie wish it, dream it, do it. Oh ja, Sonja, dank je wel hiervoor. Als jullie commentaren hebben, ideeën hebben, dingen waar jullie nu aan denken, dan mogen jullie dit op het scherm zetten. Het is altijd leuk om feedback te krijgen van de mensen thuis. Als je nog vragen hebt, dan is nu het moment om dat natuurlijk neer te schrijven. En dan wil ik dat heel graag behandelen. What about fight or flight response, which is nature of human response to stay alive? Fear is a bad thing, I agree, but sometimes it helps to deal with the situation. Ja, dat is inderdaad wat ik zeg. Weet je, we hebben het oerinstinct. Dat is waar Eddie het over heeft, ja? Dus er is een oerinstinct dat ons in leven houdt, dat ons waarschuwt voor gevaar. En dat is absoluut correct, Eddie. En we zien dat in de natuur. Weet je, als een gazelle nagezeten wordt door een leeuw, dan zet die gazelle op het lopen, totdat die in veiligheid is en dan is de stress weer weg. Dus dat is essentieel. Absoluut, je hebt daar 300% gelijk in. Maar wij leven met chronische stressideeën. Wij leven chronisch met ideeën die ons altijd maar stress bezorgen. En weet je wat het strafste van al is? Dat hoeft zelfs geen fysieke realiteit te zijn. Dat speelt zich af op het scherm van onze geest tussen onze twee oren. Hier, in het bewustzijn, speelt zich dat af. En ineens zit ons leven, ons lichaam beter gezegd, chockvol stress. Omdat ons brein hormonen aanmaakt om ons lichaam voor te bereiden op inderdaad de freeze or flight modus. Dus dat wil zeggen, ik begin te vechten, ik loop keihard weg of ik bevries en ik verstop me.
Maar als je dat elke dag doet, omdat er latent, zoals een virus, een angst in je systeem zit, ja, dan levert jij constant een stressstrijd. En dat put u uit. En dat is de nummer 1 reden van burn-out en depressie. Oké? Okay? Zijn er nog vragen? Je mist iets kleine slaapt. Oh my god. Ja, ze slaapt ook heel veel nog. Hè? Dat is mijn man Zoran, by the way. Die zegt, ja, de kleine pup slaapt. Oh, zoveel vragen, zegt Jelena. Oh, Jelena, prachtige Kroatische naam. En ook Markovic. Dat is absoluut Kroatisch. Jelena, als jullie nog vragen hebben, beste vrienden, jullie mogen mij ook altijd mailen. support@ingerok.com. En dan ga ik vragen met veel liefde beantwoorden. Nu, ik heb nog een video voor jullie klaarstaan. Een videoteaching die ik heb opgenomen. Als je gaat naar ingerokmethode.com. Nu moet ik even kijken naar ons leden. .com, ja. Ingerok, wil jij dat even op het scherm zetten, Leentje? Ingerokmethode.com. Dan krijgen jullie nog een videoteaching van mij cadeau. En ik vertel daar ook iets meer over onze programma's. Wat ik vanavond niet doe, want dat is hier niet de bedoeling. Oké, okay. Ingerokmethode.com. Voilà. Ingerokmethode.com. Zijn er nog vragen? Mag ik altijd op mijn hart vertrouwen? Vraagt Mireille. Ja, 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 ja. Maar, sorry. Ik zie dat je op je hart hebt vertrouwd als ik naar de foto heb gekeken trouwens, Mireille. Wat een prachtige foto is. Ja, uw hart, uw intuïtie heeft altijd gelijk. Maar wij verwarren hart wel eens hartstem met emotie. Ja, emotie is aangeleerd. Emotie is aangeleerd door de omgeving. Ik ga een voorbeeld geven. Kleine valt van de trap en die moeder zegt: oei, 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 ga er mijn kleine doen, schoon, want het is keihard. En dan begint die kleine te wenen. Tot dan had hij helemaal geen schrik, had hij helemaal geen pijn. Maar omdat die moeder buiten haar zinnen is en compleet, weet je, in paniek, begint die kleine te wenen. Klassiek voorbeeld. Weet je, de wereld rondom ons heeft ons geprogrammeerd hoe met het leven om te gaan. En dus ook hoe met emoties om te gaan. En emoties zijn fantastisch. Het is een zeer waardevolle GPS, maar niet elke emotie heeft gelijk. Een ander voorbeeld. Je hebt ooit wel eens een sms van iemand gekregen en jij denkt, het zal nog niet zijn, zeker. Nee. En 2 minuten later denk je, oei, dat had ik beter toch niet gedaan. Dus het is niet omdat je een emotie voelt, dat je die emotie ook moet gaan leven. Nu, intuïtie, hartsgevoel, zielsgevoel, nog een ander woord, dat is iets, beste vrienden, wat je leert ontwikkelen. In onze programma's leren wij mensen, dankzij het eerste modelletje dat ik jou heb laten zien, ja, het eerste zelfcoachingmodel, leren wij mensen om net dat in kaart te brengen, zodanig dat het kluwen van gedachten, emoties, gevoelens, weet je, overtuigingen, we zitten chockvol verkeerde overtuigingen die ons heel erg in de comfortzone houden. Dus dat leren wij neerzetten in de zelfcoachingmethode, waardoor natuurlijk je doorzicht krijgt in je eigen fabeltjes, in je eigen programmering. In je eigen ego, in je eigen drama. En dat is de sleutel tot verandering. Oké? Okay? Nog vragen? Als je geen droom hebt, is dat ook angst? Oh, Brigitte, fantastische vraag. Het is de angst die de droom tegenhoudt. Inderdaad. Laat me even teruggaan. Laat me even teruggaan. Naar een paar pagina's terug, oké? Okay? Hier. We gaan dat even wegdoen, die rommel. Oké. In jouw onderbewustzijn leeft natuurlijk niet alleen de angst. In jouw onderbewustzijn leeft ook de stem van jouw ziel, die een echt hartje is. Ja? Hier zetten wij een hartje rond de programmering.
als symbool, we willen dat toch zo graag beschermen. En daarom strijden wij voor hetgeen we geloven. Nu, daarnaast kent uw ziel, die ook een deel is van uw onderbewustzijn, jou helemaal. Jouw essentiële ik, jouw echte ik, kent jouw droom. Brigitte was, denk ik. Was het Brigitte? Ja. Kent jouw droom. Alleen is het deze angst die deze droom aanvecht. En dus ervoor zorgt dat die droom niet in het bewustzijn terechtkomt. Waar wij aan werken is die stem van jouw ziel bewust maken, zodanig dat hier geen X komt, maar ook hier een hartje komt. En jij je dus heel bewust wordt van hetgeen jij wilt. Ja? De meeste mensen zeggen, ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wat ik wil. Dat is een overtuiging. Ik kan geen beslissingen nemen. Dat is een overtuiging. En dat is een gewoonte. Dus niet weten wat je wilt, ja, is een gewoonte. En daardoor heb jij geen droom. Wat ik jou wil leren, Brigitte, is die droom toe te laten. Er is een wet van toelaten, beste vrienden. En ik ga u laten zien wat die wet is. Die wet van toelaten zegt, kan ik een droom toelaten op het scherm van mijn geest? Kan ik een beeld toelaten op het scherm van mijn geest? Dat is het eerste level van toelaten. Als ik geïnspireerd word door de wereld rondom mij, door een bordtaxi langs de weg, door een reclame op tv, door iets wat iemand zegt, noem maar op. Gisteren werd ik ineens geïnspireerd door één zinnetje van Eckhart Tolle. Eén zinnetje inspireerde mij geweldig. Het heeft een hele dag in mijn geest gespeeld. Wij worden geïnspireerd. Luister naar dat woord. Inspiratie is de spirit die gewekt wordt. Dus als wij geïnspireerd worden en denken, oh, dat is cool, oh, dat is tof, oh, dat is schoon, oh, dat is geweldig wat die persoon doet, dan worden wij geïnspireerd. Nummer twee, kunnen wij het gevoel, kunnen wij liefde voelen voor een nieuw idee? Natuurlijk kunnen wij liefde voelen voor een nieuw idee. Wij kunnen liefde voelen voor een persoon, maar wij kunnen liefde ook voelen voor een idee. Een business idee. Een idee voor onze eigen bodytempel. Een idee voor een nieuwe haircut. Een nieuw idee voor uw interieur. Een idee om om de wereld rond te reizen. Een idee om van job te veranderen. Een idee om meer geld te verdienen. Noem maar op. Er zijn ongelimiteerde ideeën. Ja? En die ideeën komen uit het veld van oneindige mogelijkheden. En dan, tot slot, kun je het toestaan dat je een stap zet, ja? Dat je actie onderneemt of een beslissing neemt in de richting van die droom. En dat is de derde stap. Kan ik het toelaten? Kan ik mezelf toelaten om ja te zeggen, zodanig dat ik dat ga doen wat ik zo graag zou willen doen. En dat is de wet van toelaten. Die speelt op drie verschillende levels. Het idee, het gevoel en de actie en het gedrag. En dat is wat ik mijn mensen leer in onze programma's. Die drie moeten op één lijn staan. Net zoals in de comfortzone er drie x'jes op één lijn staan, zullen in uw nieuwe leven, in de weg naar de toekomst, drie eitjes, y'tjes, drie nieuwe ideeën toelaten, verliefd worden op het idee en dan stapjes zetten, baby step zetten in de richting van dat idee. Oké, Brigitte? Dus nu weet je waarom dat jij nog geen droom hebt. Dank je wel, Eddie, graag gedaan. Dank alweer voor deze inspirerende avond. Heel graag gedaan, Martine. Fijn. Stof tot nadenken. Ja, inderdaad. Nadenken en doen, hè, mannen. Actie, want alleen door te dromen gaat de wereld niet veranderen. Hè? Er zijn heel veel mensen die dagdromen. Heel veel mensen. Maar weinig mensen die stappen zetten. Oh, Ilse! Je doet dat schitterend rockskit, felmokske, in haar weekend en week retreats hebben mijn leven voorgoed veranderd.
Oh, schat, ik kreeg er helemaal kippenvel van. Ilse is een van mijn beste vriendinnen, by the way. I love her so much. Ik heb je veel te lang niet meer gezien, schatje. Ik ben blij dat ik je hier zie. Maar we moeten snel afspreken. Dank je wel, zegt Brigitte. Heel graag gedaan. Wacht, eentje hoger, Leentje. Sabrina, ja, dat wil ik nog even zien. Hoezo dagdromen we vaak en zeker over dingen die je niet eens hebt ervaren? Ja, natuurlijk. Er zijn twee manieren om te dagdromen, Sabrina. Je kunt dromen. Even die rommel wegdoen, ja. Je kunt dromen over het verleden en je kunt dromen over de toekomst. Wat doen de meeste mensen? Ze dromen uit het verleden en ze slepen dat verleden regelrecht in hun toekomst. Ja, omdat de meeste mensen bezig zijn met wat hun heeft, met wat ze hebben meegemaakt. En dan staan ze stom dat dat terug tevoorschijn komt in hun toekomst. Ja? Het is oké om te mijmeren en te dagdromen over het verleden, over de leuke dingen van het verleden. En voor de rest moet het verleden in het verleden laten, want het is het verleden. Het is voorbij, gedaan. Ja? Dus laat het verleden in het verleden. In het Engels heb je een mooi spreekwoord dat zegt let the death bury the dead. Laat de doden begraven. Met andere woorden, blijf daar vanaf van alles wat in het verleden is gebeurd en wat u pijn heeft bezorgd. In mijn Circle of Mind Experts, ik weet niet of dat coaches zijn die kijken, in mijn Circle of Mind Experts gaan we niet alleen naar de kwantumfysica, maar ook naar de neuroplasticiteit. En het is zelfs zo dat het verleden letterlijk zichtbaar is in jouw hersenen door neurologische verbindingen. Je moet je voorstellen, als ik dit hier open doe, dan vinden we een gigantische suikerspin. Zo zien uw hersenen er ongeveer uit. Miljarden kleine draadjes, net zoals de suikerspin op de kermis. Weet je wel? Dus de gedachten en de emoties, Sabrina, die jij hebt beleefd in het verleden, die zitten letterlijk zoals elektrische kabeltjes in jouw hersenen vast. En elke dag gaat er elektriciteit door diezelfde ladingen, door diezelfde kabeltjes. En wij moeten leren om daar vanaf te blijven, om daar geen aandacht aan te geven. Maar dat kun je alleen maar als jij een prachtig idee hebt voor jouw toekomst. Als jij geen idee hebt voor jouw toekomst, dan heb je niets om aandacht aan te geven in plaats van de pijn uit het verleden. En wat heb je dan? De pijn uit het verleden en die blijft, ja, die regeert. Die blijft courant. Right? Dus een van de meest belangrijke dingen die ik leer in elk programma, maar aan de coaches in de circle, leer ik de methode om weg te komen uit het verleden en naar de toekomst toe te leven. Het probleem is dat wij altijd maar aandacht geven aan het verleden. Met meer nog, wij copy-pasten ons verleden in de toekomst. En dan staan we stom dat de dag van morgen exact eruit ziet zoals die van vandaag of die van gisteren. Dus, beste vrienden, het is noodzakelijk om te leren afblijven. Afblijven. Blijf van die wonden af, zeg ik altijd. Blijf daarvan af. Vroeger, als ik zo viel met mijn skateboard en ik kwam met zo'n kapotte knie terug thuis en dan kwam daar zo'n korst op, geweldig, hè? En dan begon ik daaraan te prutsen en zei mijn moeder, blijf daarvan af. Dat gaat een litteken zijn. Blijf daarvan af. Blijf daarvan af. Dat is wat wij moeten leren in ons brein. We moeten leren de neurologische en synaptische verbindingen in onze hersenen met rust te laten. Maar dat kunnen wij alleen maar doen als we een heel duidelijke visie hebben voor de toekomst. En dat die visie voor de toekomst sterker wordt dan de programmering, dan de bandrecorder vanuit het verleden. All right?
Dankjewel voor de lieve woorden, dankjewel. Voorbeeld, ja, de suikerspin, dat maakt het ineens, dat is een heel mooie metafoor. Nu ineens weet je, oh, zo zitten mijn hersenen er inderdaad uit, ongeveer. Niet roze daarom, hè, beste vrienden. Goed, ik denk dat we erdoor zijn voor vanavond. Wat heb ik mij weer geamuseerd. Ik vond het heerlijk om hier bij jullie te zijn. Mochten jullie mensen willen inspireren om volgende week donderdag mee te kijken, doe dat gerust. Stuur hen een berichtje, nodig hen uit. Voor degenen die reeds ingeschreven zijn, ik denk dat zij automatisch, krijgen ze automatisch het werkboek voor de volgende keer? Nee? Dat weten we niet. Leen en ik weten dat. Wij doen niet dat soort processen. Als Sora nog aan het kijken is, dan kan die dat... Kijk eens even, kom eens even naar beneden. Misschien heeft Zoran daar iets op gezegd. Nee, toch niet. Anyway, schrijf u in, beste vrienden. Ga naar ingerokmethode.com, ja, of naar mijn homepage van de website. Als je naar de homepage gaat, ingerok.be, voor de mensen die nog niet zijn ingeschreven voor de Art of Living Series, en dat zijn de donderdagavond uitzendingen, zoals nu. Ga naar mijn homepage en dan heb je een button en kun je je gewoon inschrijven. Dan heb je ook dit soort leuke werkboeken en dan kun je ook goed volgen tijdens de uitzendingen op donderdagavond. Ik ben er iedere donderdagavond om 8:00. Mensen die ingeschreven zijn, mijn man heeft ondertussen bevestigd, zullen automatisch de nieuwe werkboekjes krijgen. Beste vrienden, dank u wel om hier zo talrijk aanwezig te zijn vanavond. Nodig jullie vrienden uit. Breng ze mee. Help mij de wereld te veranderen, 1 persoon per keer. Maar als jij er vanavond van genoten hebt en je denkt, oh my god, dit wil ik graag doorgeven, wel, doe het gerust. Ik ben er voor iedereen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En ga naar ingerokmethode.com, want dan krijg je nog een extra cadeau van mij. Daar staat een nieuwe videoteaching. Daarom moet je dat vanavond niet doen. Hè. Oh, ik wil niet dat je een overdosis rockpower krijgt, hè, beste vrienden. Maar geniet ervan. We zijn er om jullie te helpen. Dank u wel om hier te gast te zijn. Een hele fijne avond. En heel graag tot volgende week. Bye bye.